Ik ben Joyce, de moeder van Owen. Owen heeft een aantal dagen geleden een benauwdheidsaanval gehad. Dat heeft ertoe doen leiden dat we nu hier een aantal nachten moeten verblijven. Ja, op het begin was het wel heel erg van waarom ben ik hier en ik wil naar huis. Dus dat was de hele tijd, ik wil het ding af en ik wil dit niet. En dus dat is ook voor onze ouders en voor Owen zelf best wel stressvol. We staan hier voordat je slapen gaat. Het is donker, het is al laat. We zijn hier voordat je slapen gaat. Nou, er kwamen twee clowns met een snaarinstrument binnen. En deze hartstikke leuk. Slaap lekker, droom maar zacht. Slapen? Ze waren aan het zingen. En grapjes maken en ze houden allemaal knuffeltjes bij. En hij was helemaal aan het lachen en aan het gieren vanwege de boertjes die gelaten werden door de dieren. Nou, niet meer doen, hè? Denk eraan, nee, hè? Hij doet dit niet meer. Je zag echt een lach op zijn gezicht. Die je vandaag eigenlijk nog niet hebt gezien op die manier. Nee. Zo. Oh nee. Begint hij ook al? Nee. Dat ze s'avonds komen, dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Want dat geeft natuurlijk een bepaald euforisch gevoel. Als je blij bent, dat je dan ook fijn gaat slapen. Weet je, het is al stressvol genoeg om hier te zijn. En als je ziet dat hij blij is, dat is natuurlijk extreem waardevol als moeder voor je kind. Dus ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt in ieder geval. Doei, jongen. Dag.